vis. Het is er wel een. Het is een goeie ook. Dit is een winde. Dikke winde, ja. Dik hoor. Mooi. Echt hele mooie. Ja, mooi winde. Oeh, hele dikke vis. Hele dikke vis. Wel gaaf, joh. Ik sta te popelen, man. Ik ben zo benieuwd of ze omhoog komen op die korsten. Ja, ja, het weer is er wel voor. Ja. Wel mooi hier, hè? Ja, prachtig. Het ziet er wel mooi uit, ja. Hier, man. Het was spannend, hè? En dan gaan we volgen, kijken wat er gebeurt. Ja, ik ben echt benieuwd. Nou, we zijn begonnen met vissen. Dani heeft een paar korstjes, een paar stukjes brood erin gegooid. Het stroomt heel snel, dat is goed, want de korsten verplaatsen zich. En ja, dan hopen we dat ergens een wind is opmerkt en gaat azen. Dat is zo mooi als je in het stromende water in één keer zo'n vis op die korsten ziet azen. Het enige nadeel, het water is heel troebel. Had ik niet verwacht, maar er is toch blijkbaar wat regen gevallen. Ja, goed, aan de andere kant, aan de ene kant zien ze de korsten niet zo goed. Aan de andere kant, als ze zien, zijn ze minder schuw in dat wat troebele water. Dus we zullen het zien. Ze drijven heel mooi, Daniel. Ja, ze drijven zeker mooi. Ik ben echt benieuwd. Ja. Er zitten hele grote winders op de krombraai. Ook hele grote roofblij. En die roofblij willen ook wel eens de korsten pakken. Ja, dat is grappig. Mensen denken altijd dat het een roofvis. Nee. Maar brood vinden ze heel lekker. Het blijft toch een half wit vis. Dikke vis, jongen, daar. Tip ook, pak vers brood. Want oud brood, dan wordt die korsten droog. Maak even een hoekje zo. Knip mijn haken doorheen. Hoppa. Drie dikke vissen daar in de hoek, zijn alle korsten aan het pakken. Heel zachtjes lopen. Heel zachtjes lopen. En ik moet ze even vanaf afstandje pakken, want ze zijn best wel een beetje schuw. Ja? Oh. Ja? Oké, okay, let op. Daar gaat hij hoor. Zit hij erbij? Ja, ja, hij heeft hem. Hij pakte hem, hij miste hem. Er zitten echt 4-5 winders daar. Kwestie van... Oh, hij pakte hem korst. Kijk hoeveel vis daar aan het aas is, joh. Niet... Normaal. Niet normaal. Ze zijn wel spooky. Ze blijven op een afstandje. Ze zijn slim hoor. Ja, ze zijn heel slim. Ze zijn heel slim. Echt op een afstand je brood er naartoe laten gaan. De winden zijn ons nu een beetje aan het beduvelen. We zien het brood voorbij komen. Ze pakken het. En voordat we erbij zijn, zijn ze alweer verderop. En ze blijven precies buiten werpafstand. Oeh, het zijn grote vissen daar. Joh. Ja, ik heb ook al roofblijen gezien. Ja, hij zit ernaast. Let op. Hij zit ernaast. Ah, kom op, joh. Een goede vis ook, hoor. Daniel vis! Kijk dan! Zo, Marco! Heb je het net? Oh, niet normaal. Gaaf, ik heb zo'n grote vis eraan. Je mist er ook een paar, hè? Ja. Terecht, dit. Die is een roofblij. Die is een roofblij. Die kan hij niet winnen. Nee, winnen zijn niet zo sterk. Zo. Ja, een goede roofblij, dit. Het is echt hoe harder ik drill, hoe meer gas die gaat geven. Drill, joh, dit. Geweldig! Niet normaal. Komt-ie. Oké. Komt-ie aan.
Tijd in het bakkie. Yes! Yes! Goed. We hebben hem. We hebben hem. Nou, die is vis. Zo'n gave vis. Oh, ja. Het is zo vet dat je een roofvis op brood kan vangen. Ja. Heel veel mensen weten dit niet, maar roofblij is, ja, wat ik net al zei, half witvis. Half grote brood. Bek. Ja. Ze eten ook andere kleine visjes. Daar zijn ze echt op gespecialiseerd. Zeker in de ochtend hoor je ze vaak klappen. Ja, grote gevorkte staart erop. Lekker. Stroomlijnde roofvis. We gaan voor nog eentje. Zo, dan gaat hij. Even terug via het net. Daar gaat hij. Perfect. Ja, ik vis nu heel simpel. Gewoon een lijn, een hengel, een haak. Meer niet, geen dobber, geen gewichtjes. Ik prik de korst gewoon, ja, precies aan de haak. Op deze manier. Het gaat nog mooier met zo'n klein tandartselastiekje, maar die ben ik vergeten. Je kan er één keer mee gooien, soms twee keer, dan gaat hij eraf. Het is wel een van de meest spectaculaire vormen van vissen. Of naar karper of roofbij of winders is. Het is gewoon mooi om zo'n vis aan de oppervlakte te zien komen en te zien pakken. En het gaat vaak met veel geweld. Even hier in de bocht gaan staan en ik heb Marco's hengel opgeraapt. Marco die staat verderop met een korstje. En Marco heeft eigenlijk een hele, ja, eenvoudige montage. Klein karperhaakje, twee hageltjes, heel klein dobbertje en ongeveer 40 centimeter tussen. Dat is alles. En wat we doen is, we hebben een aantal korsten gegooid in het water. En die winders en roofblijen die gaan vaak cirkelen onder die korsten. En juist zo'n broodje wat dan onder die korsten een beetje zweeft, dat is vaak het broodje wat ze het makkelijkst pakken. Nou, zo af en toe gooi ik een handje erin. Dan gaan we volgen. Marco die staat daar te wachten tot de vissen erop komen. Nou, eens even kijken of er eentje kunt vangen. Vis! Heb jij hem? Ja! Winden? Ja, ik denk het wel. Ik dacht, ik gooi even wat korsten naar jou toe, maar ik liet ook mijn dobber meedrijven. Ja, lekker dan! Ja, sorry! Maar het is er wel een! Het is een goeie ook! Dit is een winden! Ik denk een winden, ja. Ja, dikke vijftiger, hè? Mooi. Mooi. Dik hoor! Mooi! Echt hele mooie! Ja, mooi winden. Mooi vis. Hele dikke vis. Hele dikke vis. Gaaf, hè? Gaaf, mooi, hè? Dobbertje gaat ook goed, hè? Ja. Ja, ik gooide een paar korsten. Ik dacht, ik ga jouw stekje weer even aanvoeren, maar ik deed wel een dobbertje meevoeren. En ja, toen hing deze joepel eraan. Mooie vis. Komt-ie, hoor. En kat in het bakkie. Hebbes. Mooie vis, Daan. Zo. Hey, top, man. Dikke 50, hè? Terwijl Daniel met die vis aan het bezig is, gooi ik vlug wat korstjes erin om de boel aan de praat te houden. Niet veel, maar we hebben nu heel wat vissen aan het azen. En als je een beetje mazzel krijgt, een soort voedselnijd, en dan kan je er nog veel meer vangen. Oh, ouwe, oh, dikke, hoge, dikke vis, joh. Gaaf, hè? Koning van de witvis. Ja, ja, ja. Bizar. Lijkt wel een hybride tussen een kopvoorn en een winde. Ja, hij heeft grote schubben inderdaad. Ja. Hij heeft inderdaad hele grote schubben, ja. Maar het is wel een winde. Ja, hij is het ook. Gaaf, ja. Vis, man. Zo, daar gaat hij. Heel vet. Hoppa. Nou, dit soort stromende water is een van de leukste visserij is. Driftend vissen met een dobber. Dobber laat je als het ware met de stroom meelopen. En we beginnen door op een plek een paar balletjes voer in het water te gooien. Die zakken naar de bodem en die beginnen een spoortje te maken, stroomafwaarts. En dan gaan we straks met een dobber, zetten we hierin, laten we zo naar die buitenbocht driften. En dan gooien we dus nu een handje maren erbij. Hele leuke visserij. Dat kan je ook met een vaste hengel doen met een lange opslag.
Maar dus actief vissen. Dus niet standaard stijf op de bodem, maar gewoon actief. Dat je aas echt met de stroom meegaat. Kan je van alles vangen. Serpelingen, winders, kopvoorders, brasems. De hele wereld kan je vangen. Nou, eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, aangedaan. Vis? Ja, zeker weten. Gaaf. Goeie vis, Daniel. Gaaf. Leuk, hè? Ja. Ja, je weet niet hoe gaaf. Op zo'n bolo is dat echt. Het vecht is een beest. Het kan van alles zijn. Maar... Ik denk dat het een hele dikke voren is. Ik denk een brazen. Ja? Ja, een dikke brazen. Gaaf, man. Hè? Zo'n lange hengel, joh. Dat is leuk, is dat. Werkt wel perfect, hè? Gaaf, man. Een ongunstige hefboom, net. Maar het is wel een mooie vis, Daniel, dit, hè? Kijk hoe gaaf. Ja, hij moet tegen de stroming in. Ik vind het zo gaaf vis. Wat zal het zijn? Ik denk dat het een brazen is. Een brazempje. Ja, koolblij, denk ik. Koolblij. Het is geen grote vis, hoor. Mooie vis. Kijk eens aan. Kan het een winnetje zijn? Ik weet niet wat het is. Hij vecht goed. Ja, cool. Ja, maar een vis op het stromende water, dit is veel sterker. Het lijkt me geen brazen, hoor. Nee, is het ook niet. Een ruis voor hem misschien? Een kiebeltje? Ik weet niet wat het is. Wat toch, is dit, joh? Toch wel een brazen. Ja? Ja. Nee. Ja, echt wel. Ja, verrek, een brazempje. Nou, gaaf. Nou, een mooie brazen. Sterk, hoor. Ja. Hoppa. Hebben we. Ja. Mooi. Ja, mooi brazen. Dan zeggen wat je wilt. Heel mooi brazen. Een mooie brazen. Kijk eens. Echt gaaf. Mooie vis, hoor. Mooie vis. Ja. Hey, mooi, hè? Dat je zo'n brazen gewoon hoeveel strijd dat geeft op zo'n lange hengel. Leuk is dat, hè? Ja. Ik vind het echt superleuke visserij, dit. Hij gaat gauw terug. Nou, daar gaat hij. Weg. Top. Soef. Lekker. Deel je passie en neem gratis iemand mee vissen. Ga naar meevistoestemming.nl.